Hallo allemaal, we hebben deze week zoals elke week keigoed gelachen. Ergens in een vallei in Wallonië. Zie zo, zo'n vrouw zeg. Wow, we gaan toch even een experimentje doen. Stel je voor dat het nu echt gebeurt en dat de weervrouw in de storm staat om het weer te voorspellen. Hoe zou dat klinken? Wel, we hebben een paar dingen klaargezet om dat even te testen. Daisy, jij mag het West-Vlaams stormbericht lezen op gepaste wijze. Een ventilator even aansteken. Steek maar aan hoor, Julie. Gaat het? Nee. Oh ja. Ja, nu wel. Hè. Pas wat er niet op haar hoofd valt. Hè. Anders zijn we Daisy kwijt. Een ventilatortje erbij en een beetje storm ook. Ziezo. Daisy, het is aan u. Hè. Daar ga je. Mag je in het West-Vlaams, hè? Ja. Oké, daar ga je. Van eind moet je erop letten voor pannen, want het is hier vreekot en het gaat vandaag ook hoogstens 5 graden worden. Maar er is ook goed nieuws, hè, gasten. De zonne gaat Philips in nu vandaag. Vannacht gaat overal vriezen. Het kan vrieg laten worden. Let op. En morgen gaat het ook prachtig een dag zijn met vele zonne. Maar ook wat goed. Vreekot. 3 of 4 graden. Alsjeblieft zeg, dat was Daisy van Praat. Als je wil zien, moet je vanavond kijken naar Als de dijken breken, schitterend gedaan. Je hebt dat precies nog gedaan. Ah, ja? Ja, dat klonk heel goed. Praat je dan West-Vlaams als je kwaad bent of ook gewoon anders? Thuis wel, hè. Thuis wel. Toch, tegen als ze mij begrijpen, dan praat ik West-Vlaams. Tegen de kolonel. Maar ja, ik had het niet zien aankomen, dat was heel mooi. Je wil vanavond kijken, hè. Daisy, heel veel plezier. En dan was er nog iets grappigs, maar ik weet het eigenlijk niet meer nu. Want lang leve de dinsdag, deze week warm je je vooral op voor die M&M 1000. Die start nu, zondag. Zoek maar al een goede plek om te luisteren. Sportsam, waar ga jij luisteren? Zo wat overal zeker. Hè? Zit je in veel in bad en zo? Nee. Ik ben verplicht om hier wel wat te luisteren. En in de auto is dat ook zo. En thuis, ja, dat valt te zien. Ja, alle goede songs in één week. Wie mag er op één staan, volgens jou? Wie er zeker niet op één mag staan, is Mika. Maar daar ga ik vanuit. Waarom? Toffe mens, hè. Een paar keer ontmoet hier. Dat is echt wel aangenaam. Maar dat hoog stemmetje en dat... Nee. Het is niet goed. Dus nee, stel nee, nu, nee, maar nee, stel, nee. Wacht hè. Stel, sportstam. Mika staat op 1. Nee, dat kan niet. Wat ga je dan doen? Gisteren heeft Peter van der Veire beloofd dat als Beyoncé op 1 staat, dat hij dan in een badpak zal komen presenteren. Wat ga jij doen als Mika op 1 staat? Moest Mika echt op 1 staan, dan durf ik wel het logo van de M&M in mijn borsthaar laten scheren. Omdat jij veel haar hebt op je borst, ja? Ja, en dan is dat ook... Eigenlijk is dat een win-win situatie. Dus moest Mika op 1 staan, dan is dat wat weg. Dat is goed. Maar oké, maar dat gaat niet gebeuren. Oké, maar ja, we hebben het gehoord. Als Mika op 1 staat, dan zal Sportstan M&M 1000 in zijn borsthaar scheren. Maar die 1000, ik weet niet... Zo groot is die buik ook niet. Je hebt ook nog plek op je rug. Peter is 45 jaar geworden en dat moesten we vieren. Want er is een nieuw pakje binnengekomen voor jou, Julie. De dag is geboren. Ja. Oh. Maar Peter, vandaag is het wel een pakje voor jou natuurlijk. Oh, leuk. Het is uw verjaardag vandaag. Dank je. De verjaardag van de liefste Peter van der Veire. Veel mensen die geloven dat waarschijnlijk niet als ze u horen op de radio. Dat is normaal. Maar dat ik nog jarig ben. Nee, dat je zo'n lieve mens bent. Dat je zo'n plezante collega bent. Maar wij kunnen dat dus wel echt beamen. Ja, ja. Dat je echt een hele schone mens bent. Met veel goede ideeën. Creatief brein bent je ook wel. Zo noemen wij hier op de redactie. Zoals die ochtendmuziekjes. Ik maak me nu al zorgen. Ja. Die ochtendmuziekjes, we krijgen daar regelmatig complimentjes over van luisteraars, dat ze dat leuk vinden, die gepersonaliseerde tekstjes. Ja, ja, dat is waar. Dus, dachten wij, we maken iets voor Peter. Met de hele ochtendploeg. Oh, je hebt niet zelf gezongen. Luister maar. Oké, moet ik het nu even laten... Oh my god. Het is nog vroeg, veel te vroeg. Kusje zachtjes van de ochtendploeg. Maar hij is daar om jou te wekken. Schema. Want vandaag is de dag. Oh, wat knuffel het mag. Ja, dit is een verjaardagshow. Met onze liefste birthday boy. Heerlijk. Maar jij bent heel oud. Heerlijk. Ik ga het nog eens laten horen. Ik vind het zo goed. Hebben jullie dit zelf gemaakt? Ja, voor u. En Miguel Wils heeft daar niet aan geholpen? Nee, we hebben het allemaal zelf gedaan. Oh, allez, vooruit. Voor de mensen die zonder de lachjes. Toch eens genieten hoor. Heel mooi gezongen. Het is nog vroeg, veel te vroeg. Een kusje zachtjes van de ochtendbroek. Maar hij is daar om jou te wekken. Want vandaag is de dag. Oh, wat knuffel het mag. Ja, dit is een verjaardagshow. Met onze liefste birthday boy.
oud. Echt waar, heel sterk gedaan. Dankjewel. Ja, sportstaan Shema. Zat Lisbeth daar ook in? Lisbeth, ja, zat er ook onze, in. Onze telefoonredactrice en al die andere mensen die ik gemist heb. Dat de fotografen, Freya Goos, zat er ook in. Freya Goos zat er ook in. Heel mooi gezongen allemaal. Hajo Beekman zat er ook in. Zat er ook in, zalig. En er is nog een tweede deel. Ah, wel ja, dus dan in de normaal zo'n tweede deeltje dat dan aan de plaat vasthangt. Ja, ja, ja. Dat is zo nog een klein uitsmijtje voor u. Ah, oké, okay, ja. Kom nu hier met dat hete lijf. Haha. En we hebben de week afgesloten met een prachtig stukje muziek uit de Kempen. Laat ze maar denken wat ze willen, al die mannen aan de kant staan loeren op mijn moves. Gezien stijf ook dat we hem weer kennen met een nacht. Ik voel een beat en gewoon op midden van de vloer. Ik voel een beat en gewoon op midden van de vloer. Geniet van Aster en Dorian en tot na de NRM 1000. Ciao. Let's go, let's get it. NRM. Ze blijven filmen.